Ik vind het een mooie expositie. Er zit in groot en in klein. Er zijn hele mooie voorstellingen. Ja, je knalt er niet naast. Zeker. Hartelijk welkom bij Respect Zorggroep en bijzonder op de locatie Bos en Duin. Een heel bijzonder moment waarvoor we vandaag bij elkaar zijn. Namelijk, we zijn hier bij elkaar voor de opening van het Reizend Miniatuurmuseum. Als er iets belangrijks is, is het wel kunst en cultuur. Naast de zorg natuurlijk, want de zorg is ook heel belangrijk. Maar kunst en cultuur is ook heel belangrijk. En kunst en cultuur is voor alle leeftijden. Voor jong, voor de jongere ouderen, of de oudere jongeren, en voor de ouderen. En wat heel vaak ook het geval is, is dat kunst, om kunst te kunnen zien, moet je ergens naartoe. En heel vaak moet je dan naar een museum, of dat kan een openluchtmuseum zijn, of dan een museum in een gebouw. Maar heel vaak moet je naar een museum toe. En het bijzondere van het Reizend Miniatuurmuseum is dat het museum daadwerkelijk naar de mensen komt. Zodat het ook beschikbaar wordt voor de mensen die niet heel makkelijk daadwerkelijk naar een museum kunnen gaan. En ik zag ook heel nadrukkelijk al een verbinding tussen de kunst die er aanwezig is en de verbinding met Scheveningen. Want heel veel kunstenaars hebben hun roots in Scheveningen. Dan wel hebben vanuit de kunst iets daadwerkelijk naar voren gebracht. Waarbij die verbinding met de zee, met het strand, met Scheveningen heel nadrukkelijk aanwezig is. Ik heb het miniatuurmuseum opgericht, het Reizend Miniatuurmuseum moet ik zeggen. Omdat ik een werkje ingeleverd voor het miniatuurmuseum in het Sarfatihuis in Amsterdam. Ik ben een jaar of twee geleden teruggegaan daar naartoe om te kijken hoe het erbij stond. En het staat er inderdaad nog steeds, maar aan de kant geschoven. Dus er is wat minder, naar mijn mening, interesse voor. Toen ben ik op het idee gekomen om een miniatuurmuseum op te richten wat gaat reizen naar verschillende locaties. Zodat veel meer mensen daar plezier aan kunnen beleven. Dit is de tweede locatie en het staat in Bos en Duin hier prachtig. Het miniatuurmuseum bestaat uit allemaal kleine werkjes door kunstenaars uit Den Haag en omgeving gedoneerd, afgestaan voor dit doel. Er zijn 72 kunstwerkjes in totaal. Ik kwam de eerste keer bij Art & Yes op, bij een bijeenkomst en toen werd dit voorgesteld. En ik vond dit zo'n leuk idee. Ik zag het helemaal zitten. Dus ik heb me meteen aangemeld van ik wil wel meedoen. En toen was het, toen wil je ook in de groep werkgroep gaan zitten. Toen dacht ik van ja, waarom ook niet? Het is gewoon heel erg leuk. Ik hou wel van aanpakken. En ik vind het een heel leuk initiatief om kunst naar mensen te brengen die eigenlijk niet meer zo mobiel zijn. Ik ben Anneke van der Spek. Nou, dat vind ik geweldig. Want je ziet toch veel mensen met zoals ik. Ik ben Paul Hoogmoed, stafmedewerker van vaste de services van Respect. En als hobby doe ik ook de exposities al jarenlang. Heb ik veel contact met kunstenaars in en om Scheveningen. Het is wel heel goed ontvangen door onze bewoners. En nu gaan we mee. Het leuke van dit museum is dat je het gewoon op de afdeling neer kan zetten. Dus dat gaan we ook zeker doen. En dan kunnen nog meer mensen er kennis mee maken. Leuk om hier mee te doen. Ja, het is goed dat het met een relatief kleine inspanning je toch veel mensen blij kan maken. Op het mini-museum. Zullen we gaan kijken?